Het nieuwste seizoen van Merit at First Sight nadert zijn ontknoping, en nieuwsgierige kijkers vragen zich af welke koppels nog steeds samen zijn. Opvallend genoeg zijn Jeppe en Jantine recentelijk in Tilburg gespot, gehuld in Vermommingen, Jantine met een zwarte pruik en Jeppe met een petje. Deze clandestine ontmoeting doet vermoeden dat dit koppel nog steeds verbonden is, al dus een bericht aan het juiste kanaal RealityFB. Het feit dat ze zichzelf in vermomming hulde wijst er volgens Reality TV sterk op dat Jeppe en Jantine hun huwelijk voortzetten. Het blijft echter een mysterie wat er gaande is met de andere stellen uit het seizoen. Er gaat zelfs een zwaar vermoeden rond dat de rest van de koppels niet langer samen zijn. Helaas is er een paar waarvan we zeker weten dat ze niet meer samen zijn, Anneke en Dirk. Hun deelname aan het programma was een ware tragedie. Ondanks Dirks volledige vertrouwen in de wetenschap achter het experiment. Zag Anneke al bij het altaar dat er geen toekomst was voor hen. Ze begreep niet waarom ze aan Dirk was gekoppeld en beschouwde het als een vergissing van de experts. Na het emotionele afscheid waarbij Dirk nog advies wilde geven, wees Anneke dit resoluut af. De spanning escaleerde en Dirk besloot uiteindelijk zijn spullen te pakken, waarbij hij zwaar geschrokken afscheid nam van Anneke. Het lijkt erop dat hun huwelijk niet meer dan een kortstondige ontmoeting was binnen het merit at first sight avontuur.